Ik heb een nichtje. Goedemorgen, leuk dat je deze week ook weer kijkt naar mijn weekvlog. Oké, goedemorgen. Het is dinsdagavond en ik ben al thuis van mijn les. Dus het is een beetje een rare vlog ook weer. Ik weet ook niet of de beelden van vorige week en de week daarvoor een aparte vlog worden of niet. Ik ben in elk geval back-off, want ik heb vannacht 3 uur geslapen. 3,5 uur. Ik lag weer eens wakker. En ik bedacht me dus iets over die mat hier. Kijk. Deze. Nee. Deze. Ik heb even gespiekt ondertussen. Deze mat kocht ik 1/2 jaar geleden. Maar tot op de dag van vandaag heb ik hem nog niet gebruikt. En waarom heb ik hem nog niet gebruikt? Is dat omdat ik de kleur toch te opvallend vind? Of omdat ik vergeten was dat ik hem had? Omdat ik bang was, dat bang ben eigenlijk, dat hij niet zo lekker is als die blauwe hier, die eigenlijk precies hetzelfde is, alleen een ander kleurtje? Of heb ik hem nog niet gebruikt omdat ik vind dat hij zo ontzettend mooi opgerold is? Ja. Het goede antwoord is het laatste. Omdat ik vind dat hij zo mooi opgerold is. Daarom heb ik hem nog niet gebruikt. Ja, ik ben raar. Wisten jullie al wel, hè? Ja. Nou goed, ik ga even snel de was ophangen. En oudste kind in bed schoppen. En mezelf erachteraan in bed smijten. Ja, morgen weer een dag. Hopelijk met na een nacht met wat meer slaap. Ja, zou fijn zijn. Ook hierom haat ik het najaar. Het duurt zo lang voordat de was droog is. Ik bedoel, van de zomer deed ik een was op dinsdag. Ik hing het op en woensdag was de boel droog. En nu heb ik het op maandag gewassen en opgehangen. En het is nog steeds niet droog. En ik heb het vandaag nodig. Ja, handig. Het is vrijdagmiddag. Het is 10 over 1 of zo. En ik ben in het ziekenhuis. En er is bij mij niks. Maar kijk, 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 kijk. Ik heb een nichtje. Ze is er. Ik neem vandaag deze mat mee naar Body Balance. Om hem te gaan gebruiken. Want ik vond zelf eigenlijk ook wel een beetje een suffe reden om hem niet te gebruiken. Dat hij zo mooi is opgerold. Maar hij is ook zo mooi opgerold. Ik ben inmiddels weer terug bij mijn ouders om de kinderen op te halen. En mijn mat is nog steeds perfect opgerold. Want er waren geen deelnemers. Mijn les ging niet door. Maar ja, er was 1 deelnemster. De rest kwam niet opdagen. En die ene zei dat ze het toch niet echt heel erg comfortabel vond om alleen de les te volgen. Dus toen ging ik weer naar huis. Tenminste, naar mijn ouders dan. Met nog steeds een opgerolde mat. Dus zou het daar nu doorkomen dat er niemand was vandaag? Ik ga volgende week weer deze meenemen. Kijken of het dan wel... Ik ga natuurlijk wel aan het hart als ik hem dan wel uit moet rollen. Maar goed, volgende week weer. Ik ga nu naar boven. De kinderen ophalen. Yes. Ik zit met mijn nichtje. Een echte tante. Nu ben ik een tante. Ik ben nog nooit tante geweest. Oeh. Moet je daarom lachen? Moet je daarom lachen? Oh, je hebt een scheetje. En je weegt helemaal niks. Ze trekt een beetje een vies gezicht hoor. Nee, ze lacht. Kijk maar. Ik zeg niet zijn ogen open. Je moet eens een beetje krampjes heeft. Een beetje krampjes. Weet je wat iets? Lijkt ze op me? Nee. Nou zeg. Oh! Wie pakt er even een doekje? Voor mij hoeft het niet zo. Voor de jongens natuurlijk wel.
Dus ik sta op het punt om de kerstboom uit de schuur te gaan halen. En voor mijn gevoel is het nog maar een maand geleden dat ik hem daar weer in opgeborgen heb. Maar goed, we gaan hem ophalen. En nee, normaal doe ik dat niet voordat Sinterklaas weer het land uit is. Maar ze zijn dit weekend bij mij en volgend weekend bij hun vader. En om het dan pas het weekend daarna te doen, vind ik dan wel weer erg laat voor al die moeite. Dan mag hij ook wel even staan, zeg maar. Dus ja, dan maar nu. Dan maar voor Sinterklaas. Dan maar even breken met mijn eigen tradities. Ja, ik zie er zo tegenop. Ik heb er helemaal geen zin in eigenlijk. Maar goed, alles voor je kinderen. Ja. Weet je wat ik gewoon wil? Nee. Gewoon als we hem gaan afbreken, dan breken we hem niet af. We doen gewoon een grote vuilniszak eroverheen en we zetten hem zo in de schuur. Echt, we zijn helemaal knettergek voor die klotenlampjes ieder jaar. Helemaal laat, maar dan ligt er aan het lampje. Dit gedeelte van de lucht is geen vrij soepel. Maar hier wordt het een puinhoop. Want op de een of andere manier zitten die snoeren in elkaar. En ik heb echt geen idee hoe ik ze uit elkaar moet krijgen. Nou, het ding staat. Het is echt de meest lelijke kerstboom ever. Even kijken van de week of ik nog wat versierzels erbij kan halen om erin te smijten. En kerstboompieken groeien naar de zon. Daar is het raam met zon. En de piek wijst die kant op. Ja, typisch. Nou, ik moet zeggen, als de kamer een beetje donker is en de lichtjes komen uit de boom, dan is die nog wel oké. Het kan beter, maar het valt mee. En het is nu dus zondagavond. We verdwijnen met z'n drieën lekker naar boven. We gaan vroeg slapen, want morgen moeten we weer vroeg op om op tijd op school te zijn. Allemaal. Ja, dankjewel voor het kijken en tot volgende week. Doei!